Sinds kort is er aan de Vincent van Goghstraat een nieuwe kledingreparatiewinkel gevestigd. De winkel wordt gerund door het jonge ondernemers-echtpaar Suna en Mahir Os. Wij zijn benieuwd wat zij allemaal te bieden hebben voor hun klanten. Wat wij allemaal leveren, wij leveren de volgende diensten. Wij repareren kleren, wij vermaken kleren, we hebben stoomrijservice erbij. En als mensen gordijnen willen laten maken of vermaken, dan doen wij dat ook. Eigenlijk alles wat met textiel te maken heeft. Ja, klopt. Waarom zijn jullie in Nuenen begonnen? Waarom wij in Nuenen zijn begonnen? Wij komen zelf uit Eindhoven en Nuenen die had nog geen kleermaker. En Eindhoven heeft er heel veel. Ook omdat het een beetje in de buurt is voor ons. Dus vandaar dat wij in Nuenen zijn gestart. Is dat jullie eerste ervaring als ondernemer? Ja, onze eerste ervaring. Ja. En hoe bevalt dat tot nu toe? Ja, prima. Wat ik gewoon heel erg mooi vind, is dat de klanten gewoon heel erg positief zijn. En dat geeft ons ook natuurlijk heel veel energie. Het begin is natuurlijk altijd wel een beetje spannend geweest. Ik heb er slapeloze nachten van gehad. In de zin van, doen we er goed aan om hier te gaan zitten en überhaupt om een zaak te beginnen. Maar dat is ons wel 200% meegevallen. Aan de hoeveelheid klanten die op korte termijn binnenlopen, is te zien dat de winkel Os zeker een behoefte invult voor de Nuenense bevolking. De winkel is heel compleet uitgerust, met een paskamer en een gezellige koffiehoek en heel veel naaimachines. Dan is de bedoeling dat er zoveel personeel bij komt? Nee, dat is niet de bedoeling. U bent niet de eerste die dat vraagt. Iedere machine heeft een andere functie. Vandaar dat wij er hier zoveel hebben staan. Er zitten dichtlokmachines bij, er zit een blindzoom bij, een automaat zit erbij. Dus vandaar dat wij zoveel machines hier nodig hebben. 5 jaar geleden droomden Mahir en Suna al van een eigen zaak op deze locatie. Toen zij met hun kinderen een ijsje zaten te eten in de ijssalon aan de overkant. We kwamen ijs eten. Ik heb die pand gezien, toen was ligt hier. Ik heb een foto gemaakt. Ik dacht, oh, die mooie pand en een mooie locatie. En over 5 jaar ben ik hier. Het vergt wel enige moed om in deze periode met een nieuwe winkel te beginnen. Dat wel, dat klopt. Maar wij zijn eigenlijk zo begonnen. Ik heb gewoon echt vol vertrouwen in het vak van mijn man. Daarom, daar heb ik nooit aan getwijfeld. Had ik dat wel gedaan, was ik nooit een eigen zaak begonnen. Want het is natuurlijk wel, alles doe je in de zaak. Iedere cent die je over hebt, die steek je in de zaak om daar iets van te maken. En bekijk het resultaat. Het is gewoon een hartstikke mooie zaak waar we gewoon trots op zijn.